Oké, we staan hier met Neeraj Hanuman. Hij is een van de lid van Tanafisi. Dat is Archery Club Tanafisi. Neeraj, kun je ons verder vertellen over boogschutten in Suriname? Is het een nieuw sport of is het al een sport die nu weer tot leven is geroepen, als het ware? Het is een bestaande sport in Suriname. Het is wel een niche sport, als ik dat mag zeggen. Op dit moment zijn er twee clubs die actief zijn, de Witte Lotus en Tanafisi Archery. We zijn nu eigenlijk in transitie om de sport meer exposure te geven. Vandaar dat wij ook proberen om kwartaalgewijs een toernooi te organiseren voor de schutters. Wanneer was het eerste toernooi van jullie en wanneer hebben jullie weer een toernooi? Onze eerste toernooi, als ik het goed heb, was in februari 2023. En onze volgende opkomend toernooi is op zondag 7 juli 2024. Dus komende zondag in de Witte Lotus. Wat kan ik me voorstellen op het toernooi? Dus archery en boogschutten als het ware. Onder een dak of is gewoon open veld? Dus dit is een semi-indoor event. Waar wij verschillende afstanden gaan hanteren, namelijk 15 meter, 18 meter en 25 meter. En twee categorieën, de recurve categorie en de compound categorie. Kun je iets specifieker gaan, wat houdt de categorie in? Dus de recurve categorie, dat is de traditionele boog, die met een riser, ledematen en een pace is en natuurlijk vizier gebruiken. En de compoundboog is meer een compacte boog die met het katrollensysteem is. Maar voor de compoundboog gaan wij alleen op de 18 meter schieten. En op het toernooi, welke mensen kunnen zich opgeven op het toernooi? Zijn het de beginnelingen, zijn het vergevorderden, zijn het professionele boogschutters? Dus omdat wij de categorie 15, 18 en 25 meter hebben, is de 15 meer voor de intermediate. En dan hebben we de 18 en de 25 meer voor de advanced groepen. Waar wordt het toernooi georganiseerd en hoe laat beginnen jullie met schieten? Het toernooi wordt op het complex van de Witte Lotus gehouden. En het is gescheduled voor 10 tot 2 uur. Zijn er prijzen aangebonden? Is er een ticket sale dus, voor die dag? En, of is het gratis? De ingang is gratis voor toeschouwers en ook voor de prijzen hebben we natuurlijk trofeeën voor de eerste tot derde plaats van elke categorie. En we zijn nu nog bezig om een sponsorship naar binnen of af te spreken met een sponsorship om de winnaars een betere prijs te geven. Tot wanneer kunnen mensen zich opgeven voor deelname? Dus zeg maar, ik heb nooit aan de sport meegedaan, kan ik meedoen? Dus dit toernooi is meer gericht op de leden van de clubs, omdat zij de training hebben gevolgd, ze hebben geoefend en de inschrijving hebben wij gesteld tot en met donderdag. En wat kun je nog verder vertellen, dus voor aanstaande zondag op de Witte Lotus? Dus voor aanstaande zondag nodigen we de gemeenschap uit, jullie mogen komen kijken, de entry is gratis. Kom de Surinaamse schutters supporten. En misschien ben jij ook geïnteresseerd in archery of boogschieten. Dan kunt u contact maken met de twee clubs. En dan kunnen wij dan een dagje afspreken wanneer geschikt is om een intro te komen doen. Ik verneem dat er wel elke zondag jullie aanwezig zijn om wedstrijden of trainingsdagen. Elke zondag. Ja, dus nu zijn wij voorlopig alleen op de zondagen bezig met de trainingen. We kijken even uit naar een additionele plek of een additionele tijdslot om door de week ook training te geven. Wat merk je zelf bij de sport? Zie je een groei of zeg je van oké, het is nog niet zo bekend als de bestaande sporten die er zijn? Ik neem dat er jullie leden verwerven. Waarvoor is dat? Ja, het is zoals ik zei nog een niche sport.
Nog niet zo bekend onder de gemeenschap. Vandaar dat we ook dit willen pushen. In de regio zijn er sowieso meerdere clubs. En we willen serieuze schutters hebben die erin willen groeien. En de mogelijkheid ook bieden om aan regionale toernooien mee te doen. En daarmee zijn we ook bezig nu om een bond op te zetten om die support te bieden aan de atleten, als ik het zo mag zeggen. Is dat nu in de pipeline, dus eigenlijk een bond op te richten? Ja, we zijn bezig met de statuten. Die zijn al bij de afdeling justitie. En wij zijn nu eigenlijk wachtende op aanvullingen of wat er nog meer. Op updates die er gedaan moeten worden, zodat wij dan dat officieel kunnen maken. Yes, hier zijn we met de voorzitter van de Surinaamse Karatebond, meneer Kenneth Seip. Meneer Kenneth Seip, vandaag hebben we de tweede training, centrale training van de nationale selectie. Nee, het is niet de tweede, het is zoveel. Zoveel stukje. Ja, dit is de 12e. Waarom worden de centrale trainingen gehouden? Verschillende locaties. De meeste trainingen worden gehouden. De meeste trainingen worden gehouden te kraterschool van de Gimstraal Louise School, Bushido. Daar worden de meeste centrale trainingen gehouden. Soms op de dinsdag, soms op de donderdag. Op de zaterdag wordt het op de zondag wordt het gehouden bij de karate scholen van Sensei Beurszorg, die nu lesgeeft. En af en toe hier in SOC. Ja. Waarom worden de trainingen gehouden, meneer Seip? Variatie en we hebben verschillende zalen. Soms gebruiken we matten, soms ook niet. Ja. Ja. Okay. De trainingen worden gehouden omdat er de kampioenschappen gaande is volgende week. Tussen 8 en... En 14 juli worden die kampioenschappen houden. Maar 8, 9 en 10 is meer eigenlijk, heb je weging, inschrijvingen betalen. En dan heb je ook cursussen die worden gehouden, scheidsrechteropleiding, coachopleiding. Want de WKF is ook daar aanwezig. Bepaalde mensen. En er zijn ook bepaalde sessions die worden gedraaid. Dus het is wel een speciaal karakter dit keer. In welke categorieën gaan deze spelers meedoen? We hebben verschillende categorieën. We hebben senioren, junioren en twee jongens van 13, 14 jaar oud. Dus we gaan even kijken. We gaan in totaal met 12 fighters weg. En 6 volwassenen, waaronder mij als delegatieleider, de voorzitter. Je hebt commissaris Isaias, commissaris Randy Naipal, die een belangrijke rol daar gaat spelen. Want hij is meer met het logistieke gedeelte bezig. En met de inschrijving, je hebt ook Shihan Elliot, die ook coach is. Maar ook een scheidsrechteropleiding gaat volgen, een coachopleiding gaat volgen. En natuurlijk ook dokter is van beroep. Dus we zijn ook blij dat hij daarbij is. En we hebben onze hoofdscheidsrechter, Pearl Gerding, die in de scheidsrechtercommissie zit van de CKF. Ja. Dus we hebben overal mensen thuis nu. Ja. Als we kijken naar de kampioenschappen en de Caribische kampioenschappen. Hoe zwaar weegt het voor deze vechters en hoe lang hebben deze vechters zich voorbereid? We zijn al een poosje bezig, ook in de scholen zelf. Maar we zijn om en bij een 2 maanden bezig, tot 3 maanden voorbereiding daarnaartoe. Bepaalde mensen zijn op een higher level, die hebben al laatst gevochten op het ABC-toernooi. Dus we denken dat we wel enkele gouden plakken te pakken kunnen krijgen. Maar je hebt echt sterke landen nu, zoals Santo Domingo, zo'n topland. Je hebt Trinidad, je hebt Curaçao, je hebt Aruba. Want die mannen doen ook mee aan Premier League, et cetera. Dus hoe meer wedstrijden je hebt, hoe meer ervaring je hebt. Dat is heel erg belangrijk. Maar wij gaan om die ervaring op te doen. Suriname was vroeger in de top 3. En we gaan proberen onze plaats weer te heroveren. Wat ook de bedoeling is om in 2026 de CKF naar Suriname te halen. Je moet nu rekenen dat er aan dit toernooi 18 landen mee deelnemen. Ja? Van het Caribisch gebied. Dus het wordt een zware dobber, maar we go for it.
Nu staan we met meneer Elliot. Hij is een van de schoolhouders die enkele vechters heeft in de nationale selectie van Suriname. Meneer Elliot, u gaat ook mee met de selectie? Ja, ik ga ook met deze selectie mee. Het is na jaren dat we weer een zo grote selectie op de been hebben kunnen krijgen. En ik ga dus dit keer ook zelf mee. Gaat u de selectie ondersteunen of zeg van, gaat u ook andere activiteiten daar ook bijwonen? Ik heb dus meerdere petten op natuurlijk, maar ik heb ook mensen in de selectie zitten. Dus ik ga ze zelf niet coachen waarschijnlijk op de wedstrijden. Ik ga scheidsrechtersopleiding volgen. Ik ben al scheidsrechter, maar ik moet mijn licentie gaan vernieuwen. Daarnaast ben ik ook arts. Dus dat gaat ook mee in het koffertje. Ik ga dus ook de selectie medisch begeleiden. Wat houdt zo een scheidsrechteropleiding in? Hoe lang gaat het duren? Dus de scheidsrechterstraining duurt ongeveer 2 dagen. De bedoeling is dat je hier al begint. Dat je hier al geoefend hebt. Als je daar komt, wordt dus aangescherpt en het examen afgenomen. Ik heb het voordeel dat ik al enige jaren erin zit. Ik ben gecertificeerd geweest, judge WKF. Dat is een van de hogere licenties. En nu ga ik hem dus vernieuwen. Ik moet opnieuw beginnen. Maar er is wat veranderd. Maar ik ga hem dus vernieuwen deze keer. Als u kijkt naar onze selectie, zijn er al een poosje in training. Wat verwacht u van de selectie van onze jongens en meisjes? Ik verwacht in elk geval dat ze hun best gaan doen. En dat ze waar mogelijk wedstrijdjes kunnen winnen. Ik heb geen beeld van hun tegenstanders. Ik ben gaan googlen, dat is het gemak tegenwoordig toch. In mijn tijd moest je wachten tot wat je ziet. Maar ik heb gegoogeld. Maar ik kon niet precies de mensen die in hun klasse zitten, daar kon ik geen filmpjes van vinden. Dus ik verwacht dat ze in elk geval hun best gaan doen. Dat ze waar mogelijk zullen winnen. En ook als ze niet winnen, terugkomen met eigenlijk een schatte ervaring. Want de bedoeling is, je kan niet winnen. Ik moet voorzichtig mijn woorden kiezen. Maar de Surinaamse mentaliteit is een looplassie. Als iemand gaat, moet hij gaan om te winnen. Moet hij winnen. Maar je kan niet winnen vanaf het begin. Je moet quality opposition hebben om te gaan om uit het verlies te leren winnen. Wij gaan niet om te verliezen, we gaan om te winnen. En als we verliezen, dan winnen we nog steeds, omdat we ervaring en kennis meenemen. Is het niveau van het Caribisch gebied een beetje gaan opkrikken in vergelijking met het niveau van Suriname de afgelopen 10, 20 jaar? We hebben de pech gehad dat in de COVID-periode hier alles stilgelegen is. Letterlijk alles. In de rest van het Caribisch gebied en Latijns-Amerika, daar hebben mensen gewoon doorgetraind. Met mondkapjes, met voor alles, maar ze hebben gewoon doorgetraind, ze hebben wedstrijden gedraaid. Wij hebben dat niet gedaan. We waren heel voorzichtig. Ik kan me voorstellen, we hebben een kleine bevolking. Als COVID hier huis had gehouden zoals in New York, was Suriname weggevaagd. Dus wat betreft begreep ik het wel. Maar het gevolg is wel dat we nu naar tijden weer gaan kijken van hoe ver staan we. Helemaal op nul beginnen we niet. Want er zijn de afgelopen jaren wel mensen, Surinamers, naar het buitenland gegaan. Die in groepjes van 3, groepjes van 4, redelijk goede resultaten hebben neergezet. Dus helemaal van nul beginnen we niet. Hier staan we met. Ik ben Rachweer Somai. Ik ben Abigail Elliott. Jullie doen mee aan de centrale training voor de Caribische kampioenschappen. Wat verwachten jullie zelf van het Caribisch kampioenschap? Ik verwacht een goede prestatie van mezelf uit. Dat ik mijn land goed kan vertegenwoordigen en dat ik op de eerste plaats eindig. In welke categorie ga je meedoen? Ik vecht in de senioren, 18 plus. En de gewichtsklasse moeten we nog checken. In welke categorie ga je dan meedoen? Met de cadets. Oké, en ga jij voor het eerst mee naar het buitenland met de nationale selectie? Yes, de eerste keer. Wat verwacht jij zelf? Ik verwacht dat ik heel veel zou moeten presteren. En ik verwacht ook dat ik het goed ga doen. En dat die mensen ook goed gaan zijn. Maar dat we toch door de training prijzen naar binnen gaan halen. Hoe lang hebben jullie al meegedaan aan de centrale trainingen? Vanaf ik jong ben, maar voor de CKF zijn we al 1,5 tot 2 maanden bezig. Is dat voldoende?
Als het aan mij ligt, dan niet. Het moet minimaal 4 maanden, 4 tot 6 maanden om je goed klaar te stomen voor zo'n toernooi. Hebben jullie gekeken naar de mogelijke tegenstanders van jullie? Nog niet. Jullie hebben geen beeld van welke landen mee gaan doen? Nee. Wat denk je van het niveau van het Caribisch gebied? Wel, ik heb vorig jaar al meegedaan aan de CKF en het niveau is best hoog. Goede landen zijn er, Trinidad, Aruba, Curaçao en de Dominicaanse Republiek zijn pittige landen, Puerto Rico vooral. Zijn pittige jongens daar. Dus ik heb wel ervaring met de CKF. Vorig jaar heb ik nog geparticipeerd, dus ik ken het niveau wel. Het gaat een vuurdoop voor je worden. Hoe zal je omgaan met de winstpartij of met een verlies voor jou? Voor mij gaat het vooral dat ik mijn best heb gedaan ervoor. Yes. En al verlies ik, weet je, als ik mijn best heb gedaan, dan voel ik me wel goed voor mezelf. Yes. Wat denk je zelf over jezelf? Ben je confident genoeg of zeggen van oké, ik twijfel nog een beetje. Ik moet nog erover slapen of over nadenken van oké, hoe ga ik mijn eerste wedstrijd tegemoet? Wel, dit is een andere voorbereiding voor mij, want ik had mijn duim geblesseerd. Het is momenteel in tape. Dus ik heb me niet 100% kunnen voorbereiden wegens mijn blessure, maar ik zie het als een uitdaging. Hoe kijk je uit naar jezelf, dus naar de wedstrijden toe? Ik denk dat ik tenminste wel een derde plaats kan halen.